Provincie Gelderland voert groot onderhoud uit aan de N315 tussen Doetinchem en Ruurlo. Daarmee zorgen we ervoor dat u deze weg ook in de toekomst veilig kunt gebruiken. Behalve de weg pakken we ook de bermen aan. We planten veel nieuwe bomen en struiken. Op enkele plekken, waar dat voor de verkeersveiligheid echt nodig is, halen we bomen weg. In deze animatie ziet u hoe de weg eruit komt te zien. We nemen u mee op reis van Doetinchem via Zelhem en Veldhoek naar Ruurlo. Komend vanaf de richting Doetinchem leggen we aan de linkerkant van de weg op meerdere plekken een houtsingel aan. We hebben de nieuwe aanplant van bovenaf opgelicht. Deze bestaat uit bomen en struiken. Dat doen we op een verkeersveilige afstand van de rijbaan. Zo brengen ze het verkeer niet in gevaar en krijgen ze alle gelegenheid om uit te groeien tot een mooie houtsingel met volwassen bomen. Die biedt ook een schuilplaats voor allerlei dieren. Om de houtsingel te kunnen aanleggen is het nodig om de zaksloten langs de weg te verplaatsen, zodat ze verder van de rijbaan af liggen. Zaksloten voeren overtollig regenwater af. Meestal staan ze droog. Door ze te verplaatsen maken we meteen de weg veiliger. En overtollig regenwater wordt zo langer in het gebied vastgehouden en krijgt meer tijd om in de bodem te zakken. Dat is goed om verdroging tegen te gaan. Als we verder rijden richting Ruurlo, komen we eerst langs Zelhem. Vanaf de rotonde waar de rondweg overgaat in de Ruurloze weg, tot aan vakantiepark Het Zonnetje, is de weg te smal. Dat is gevaarlijk. Daarom verbreden we daar de weg naar ongeveer 7 meter. Daarmee voldoet de N315 overal aan de minimaal vereiste wegbreedte en dat maakt de weg veiliger. We maken de weg breder aan de linkerkant. Zo kan het fietspad aan de rechterkant van de weg blijven bestaan. En ook de bomen die daartussen het fietspad en de weg staan. We verleggen de zaksloten, anders kunnen we de weg daar niet verbreden. Deze maken we ook meteen breder en natuurvriendelijker. Hier komen nieuwe laanbomen en houtsingels langs de nieuwe zaksloot. We hebben de nieuwe aanplant van bovenaf opgelicht. Een paar kilometer verderop maakt de weg een scherpe bocht naar links, naar het noorden. Vanaf deze bocht tot aan het kruispunt met de Stellingweg staan aan de linkerkant van de weg nog 70 bomen. Deze bomen zijn oud en in verval. In overleg met omwonenden en bomenbelangengroepen hebben we er daarom voor gekozen om deze bomen in één keer te vervangen door ruim 130 nieuwe laanbomen. Ook die plaatsen we op een veilige afstand van de rijbaan. En daarvoor verplaatsen we ook hier de zaksloot. We hebben de nieuwe aanplant van bovenaf opgelicht. Over een jaar of 15 staat er dan weer een mooie en volle bomenrij. Samen met de bomen tussen de weg en het fietspad vormt hij weer een mooie achterhoekse bomenlaan. We rijden verder door Veldhoek heen richting Ruurlo. Als we bijna bij Ruurlo zijn, rijden we langs de oude Zelhemse weg die aan de linkerkant in een bocht op de provinciale weg aansluit. Hier halen we 6 bomen weg aan de zuidkant van de aansluiting en 3 aan de noordkant. Op de plek van die bomen plaatsen we een geleiderrail, ook wel vangrail genoemd. Daardoor kan de rest van de bomen blijven staan. De nieuwe geleiderrail krijgt een houten bekleding, net zoals de brug over de Van Heekerenbeek. Daardoor valt hij minder op. Op onze reis passeerden we veel plekken waar we houtsingels of laanbomen planten. In totaal willen we bijna 10.000 vierkante meter houtsingels en 196 laanbomen aanplanten. In die houtsingels komen bijna 1100 jonge boompjes te staan, die de ruimte krijgen om uit te groeien tot volwassen bomen. Op verkeersveilige afstand van de rijbaan. Zo verbeteren we het landschap, de natuur langs deze weg en de verkeersveiligheid. De N315 tussen Doetinchem en Ruurlo. Een prachtige weg in de Achterhoek, waaroverheen iedereen weer jarenlang veilig kan reizen en genieten van het landschap. Kijk voor meer informatie over dit project op www.gelderland.nl/N315.